eentje bij. Dus een... Haagsbakkie. Ja, ik vind het ook. Haagsbakkie. We hebben vanmiddag een gezellige, tussen aanhalingstekens, gezellige theemiddag. Dus gezelligheid heeft ook een beetje te maken met de kopjes die wij jullie vanmiddag uitdrinken. Ja. Uit de mooie theepotten. Dat is uit mijn privécollectie. Ik spaar theepotten namelijk, dus vandaar dat die theepotten zo leuk zijn. Ja? U mag straks zelf een kopje thee inschenken, maar wij willen u daar natuurlijk ook bij helpen. Verder staan er lekkere stroopwafels op tafels, maar ook gewone kleine koekjes, roodboterkoekjes wel te weten. Want als die stroopwafel te groot is, neemt u gewoon een klein koekje. Petitvoertjes? Nee, de petitvoertjes zijn er vandaag niet van jou aan. Nee, we hebben geen high tea. Nee. Ik denk iedere middag een soort thee, maar niet speciaal. Ja, kwamen de buren thee drinken? Soms. Maar het is niet typisch Schevenings? Nee. Daar heb ik geen tijd voor gehad. Geen tijd voor thee drinken? Werken. Ja, voor mezelf zo. En niet om een visite te gaan. Wij hadden een zaak. Dus dan moest ik daar naar werk. Vis. En de vis lustte geen thee? Ik denk het niet. Nou ja, gelukkig hoor. U mist geen andere man erbij? Niet direct hoor, nee. Vroeger. Ja. Ja. En na de oorlog had je ook geen koffie. Middagsteek. Nee, niet de hele dag. Middag. Dat is gewoon gebruikelijk. Kreeg je thee en 's morgens met een beetje een boterhammetje kreeg je ook een kopje thee. Of een glaasje melk. Ja, of een melk. Je ging naar school en na de hand was het vrij was. Dan mocht je in de buurt, bij huis, mocht je dan nog wat buiten spelen. Maar ik heb nog vriendinnen, maar die zijn allemaal, de een is naar Vlaardingen en de ander. Maar we houden toch al nog contact met het telefoontje, met het gaat. Dus ik ben blij dat hier zit, dan zie je ook weer bekende. En nog van vroeger. Hoe vindt u het om oud te worden? Nou, ja, je mag blij zijn dat je oud wordt. Ik ben nog tamelijk, komt er wel eens in de sessie. Laten we een eindje gaan lopen. Even naar de boulevard, zo'n stukje. En dan weer terug. Dus dat is wel leuk. Het is hier een mooie plek. Ga je even kijken?